Maandagochtend 3 oktober raakte in alle vroegte op de N840 in Kekerdom een vrachtwagen van de weg en kantelde. De wagen lag dwars over de weg en over het fietspad, waardoor de doorgang volledig was geblokkeerd voor al het verkeer. Uren later kreeg een bergingsbedrijf uit Kuik de vrachtwagen weer op de wielen. De wagen was geladen met brood voor de supermarkten van Albert Heijn. De weg is nog lange tijd afgesloten geweest, aangezien de modder die op de weg lag opgeruimd moest worden. De chauffeur kwam met de schrik vrij en over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.